Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Stevens Podiumgasten. We gaan beginnen. Hier is voor u Jordi Weijer. Zoveel geluk, de koning te rijden. Al wat ooit was, lijkt nu zo ver weg als ik naar je kijk. Ik wil alleen thuis bij je zijn. Het was er meteen, we zijn samen één. Een wonder zo klein. Ik ga nooit, nee, nooit. Ik ga nooit bij jou vandaan. Nooit, nee, nooit. Ik zal altijd naast je staan. Al het mooie in dit leven wil ik jou met liefde geven. Want jij mijn grote kleine vet. Net zo mooi als je moeder. Je hebt ook wat van mij. Wees maar nooit bang. Een heel leven lang staan wij aan jouw zij. Je het begin van je reis. Trek er maar op uit. Ga kleuren, ga spelen, probeer veel te delen en leef maar voluit. Ik ga nooit, nee, nooit, ik ga nooit bij jou vandaan. Nooit, nee, nooit, ik zal altijd naast je staan. Al het mooie in dit leven wil ik jou geven, want jij bent voor altijd mijn grote kleine vet. Hou je nooit in en geniet van het leven. Alles is hier, ga je droom achterna. En je zult zien, alle deuren gaan open. Vlieg, wees vrij. Ik ben nooit, nee, nooit, nooit echt ver bij jou vandaan. Nooit, nee, nooit, ik zal altijd naast je staan. Al het mooie in dit leven wil ik jou met liefde geven. Want jij bent voor altijd mijn grote. Grote kleine vet. Goedenavond Jordi. Goedenavond. Jordi. Welkom. Dank je. Je zou hier nog een keer eerder zijn geweest, maar toen was er een bevalling gaande. Ja, nou. Is alweer een tijdje terug. Ja. Maar goed, stel jij eens voor. Wie ben je? Wie Hoe is het begonnen? We willen alles weten. Wie ben ik? Dus, mijn naam is dus Jordi. Ik ben 28 jaar, kom uit Ten Boer, plaatsje in Groningen. En hoe is het voor mij begonnen? Nou, dat is nou ongeveer een jaartje of 11 geleden, denk ik. Toen begon ik bij Wim. Ik deed toen alleen nog maar muziek maken. Zingen eigenlijk niet echt. Ja, toen ik nog op de middelbare school zat, of VMBO school zat, deed ik een beetje hip-hop, rap. Maar, hè, in die tijd deed iedereen dat. Compleet iets anders. Compleet iets anders, ja. Dus, maar goed, toen had ik dus muziek gemaakt. En Wim zou dat dus inzingen. Ik was op de achtergrond een beetje aan meeneurie en opeens zegt hij tegen mij van... Kom jij eens bij de microfoon staan, doe jij dus. Ik zei, nee joh, ik ga niet zingen. Ik zei, dit is voor jou en ik zei, ik hoef dat ook niet. Ja, jawel, kom maar. Nou ja, goed. Ik zei, nou, jawel, ik zeg maar, verder ga ik er toch niks mee doen, dus nee. Prima.
Ik had dat liedje opgenomen, had dit op Facebook gezet. Ja, maar die reacties daarop, die waren gewoon hartstikke goed. Iedereen zei, ja, oh, moet je mee doorgaan, doe er meer mee. Zeg ik, nou ja, goed. En sindsdien, dus dat is nou 10, 11 jaar geleden, dan zijn we niet meer gestopt. Nee, nee. Lekker doorgegaan. Lekker doorgegaan. Dus je bent eerst even een duo geweest dan, met Wim. Ja. En nou, hij is inmiddels overleden dan. Mm-hmm. Je hebt zelf nog 3 keer niks gehad. Ja. Bestaat dat nog of nee, helemaal nee, niet nee, meer? Nee, nee. Je bent nu gewoon gericht solo verder gegaan. Ja, dus nou, ik ben nu ongeveer 4 jaartjes ben ik alleen bezig. Ja, want je startte dan met Wim. Hoe is dan 3 keer niks ontstaan dan? Dat was samen met Richard van der Weijden. Die zong voor die tijd al met Wim als duo. Ja, en toen zeiden mensen van, waarom doen jullie niet iets met z'n drieën? Ja, toen hebben wij gezegd van, ja, Richard had ook een drukke agenda alleen. Toen hebben we gezegd van, nou ja, oké, we kunnen eens kijken of we daar wat mee kunnen doen. Maar toen zouden we ook nog een naam hebben. Ja. Toen hebben we op Facebook een oproepje gezet van, stuur alle namen in, dan gaan we kijken wat er leuk bij past. Ik kwam ook allemaal onzinnamen voorbij. Maar ja, je moet toch ergens een ei opvallen, hè? Ook 3 keer niks dus. Dus iemand zei, zet hem maar neer, maak er maar van, 3 keer niks. Ah, ik zei, door, dat is toch niet serieus. Word je eens aangekomen, jongens, hier is 3 keer niks. Ja. Nou, mensen lopen al weg, dat is soms gehoord, maar... Ja, toch? Dus, nou ja, goed. Ja, Richard zei ervan, jongen, hij zei, je moet niet alles zo serieus nemen. Hij zei, laten we dat maar doen. Oké. Okay. Nou ja, ik zei, doe maar dan. Maar heel veel zeiden van, ja, maar hoezo noem je jezelf zo? Dat is toch geen promotie? Nee, ik zei, maar je moet ook niet alles zien en ook iets met een knipoog. Tuurlijk. Nou ja, goed, en eigenlijk is dat gewoon, ging dat hartstikke mooi met z'n drieën. Ja, het leven is serieus genoeg. Ja, ja. Ja, toch? En zo is eigenlijk die naam ontstaan daarvan met ons drieën. En hoe voelt het nu om als solo-artiest te staan dan? Goed, heel goed. Ja. Niet kaal of zo? Of? Nee, absoluut niet. Kijk, want dat we met ons drieën zongen, dat is nou al een jaartje of 5 geleden dan. En iedereen zei ook altijd van, je moet dus ook meer alleen doen. Ja. Oké. Dat is heel vaak gezegd. Ja, maar goed, ik heb van hun beiden wel heel veel geleerd. Tuurlijk. En mijn agenda was toch niet heel vol. Ik heb misschien over een heel jaar, 10 ja. Optredens. Dat was veel, ik heb wel druk. Ja, ja. Maar als ik kijk, je moet ergens beginnen. Dan heb ik een heel goed netwerk heb ik nou opgebouwd. Ja, nou zit er gewoon stampen vol. Ja. Je komt eigenlijk van niets naar iets, hè. Precies. Dus en zoals het nu gaat, als solist gaat, hartstikke mooi. Ja, inderdaad. Ja. En als je dan in de toekomst dan weer een duet zou gaan doen dan, met wie zou dat zijn? Oeh, ja, dat is een goeie. Kijk, dat denk ik, daar zit denk ik nou eigenlijk nog niet bij na. Ik ben nou meer gefocust met mezelf bezig. Wat brengt de toekomst? Dus voor nu heb ik dan nog niet echt iemand voor mijn hoofd. Nee. Nee. En wat doe je dan naast de muziek? Ze rijden op de vrachtwagen. Op de vrachtwagen? Ja. En is het alleen maar zingen dan, of wat doe je? Nee, niet te veel, want je moet je stem ook een beetje sparen. Ja, dat zeker. Weer, maar het moet ook gerepeteerd worden, hè? Het moet wel... Ja, dat doe ik in het weekend, ja, betaald repeteren. Ja. Ja. Nee, maar goed, je, doen we weer. Zo, repeteren hoort erbij natuurlijk, maar dat doen we een beetje in de auto. Ja. Of een beetje thuis. Maar er is weinig tijd voor repetities. Ja, toch wel, hè? Ja, het is later druk. Want hoe doe je dat nu dan? Gewoon naar het moment zelf? Of hoe ja, als ik wat nieuws heb, dan... Oefen ik het wel wanneer het lukt en wanneer ik er tijd voor heb en wanneer het kan. Maar soms pak ik het ook gewoon bij een live optreden. Doe ik hem gewoon, ik zie wel hoe het loopt. Ja. En 9 van 10 keer gaat gewoon hartstikke goed. En hoe bereid je je dan voor als je naar een optreden gaat? Ja, kijk, het is nou voorheen, zeg, wat ik ook zei, een paar jaar geleden toen ik 10 over een heel jaar had, was ik wel zenuwachtig. Ik dacht van, oh, ja. Hoop dat het allemaal goed gaat en er zijn wel veel mensen, en misschien wordt het wel te druk. Maar tegenwoordig... Die spanning is er wel af. Ja, dat denk ik ook van wel, ja. Maar dan weet je zelf natuurlijk, om duur wen je eraan. Ja, ja, dat zeer zeker. Ja, en niet elk feestje is hetzelfde. Je hebt ook een feestje, daar zijn er 20 man. Of een feestje met 2000 man. Maar voor mij maakt het niet uit. Als zeggen, maar feestjes. Het moet geen verschil maken. Nee, absoluut nee. Niet. In principe ben je allround, want je zingt echt van alles. Ja. Waar ligt jouw hart dan? Ja, Nederlandstalig. Toch wel? Ja. Er zijn wel heel veel mensen die zeggen van, doe eens wat meer Engels. Ja. Dat doen we dat ook wel, want je wil iedereen een beetje tevreden houden natuurlijk. Tuurlijk. Maar mijn hart ligt wel bij de Nederlandstalige muziek. En zijn er ook bepaalde Engels liedjes waarvan je denkt van ja, dit is dan echt wel mijn ding? Ja, okay, zoals Tom Jones en zo, dat vind ik gewoon mooi. Ja. Ja. Maar er zijn ook liedjes, dat zingt ook niet zomaar iedereen. Ja, absoluut niet. En je moet het ook kunnen. Dat zeg ik, zou ook niet elk liedje van Tom Jones kunnen doen. Nee. Maar ja, dat zijn wel de artiesten waarvan ik zeg van in de Engelstalige muziek van... Ja, dat zijn ze wel. Juist. Dat zijn geen kleine jongens. Dus als je moet kiezen, dan kies je dus echt wel Nederlandstalig. Ja. Is het dan meer de uptempo of meer de ballad? Wat
Wat vind je het zelf lekkers? Het mooiste, dat denk ik wat iedere zanger vindt, zijn de ballads. Ja. Daar kun je je gevoel in stoppen, daar kun je laten zien wat je kunt. Maar daar red je het niet mee met optredens. Nee, daar krijg je geen volle agenda van. Mensen willen tegenwoordig gewoon feestmuziek. Dus ja, als je alleen gaat richten op wat je zelf leuk vindt, dan zit je denk ik vaak thuis. Precies. Maar voorheen deed ik alleen maar ballads. Ja. Dat vind ik zelf het mooiste, maar ja, vind ik zelf ook. Daar kom je er niet mee. Meer het, dus ja, het ja, juiste gevoel geven. Ja. Zo is ja, het wel. Ja, wat maakt jou dan zo'n kenmerkend? Dat we eigenlijk van alles wat doen. Van jaren 70, 80, 90 tot reggae, hardstyle, alles komt voorbij. Jouw repertoire is wel erg groot. Ja, we breiden steeds een beetje verder uit. Ja, lekker toch? Ja. Je hebt clips meegenomen. Ook nog. Ook Nou En heb je. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Hoe is dat ontstaan? Nou, dat is dus een liedje uit Duitsland officieel, van Michael Wendler. Die heb ik toen gekregen van John Hayes, die heeft de tekst erop gemaakt. Ja, dat is alweer een liedje van vorig jaar. Die hebben we toen opgenomen op Meerwijk. En we hadden toen 2 figuranten bij, die hadden nog nooit in een clip gespeeld. Dus ik dacht van, ben ik wel benieuwd hoe dat wordt, ja. Ja, toch. Maar als je het ook terugkijkt, dan is het net of ze het dagelijks doen. Ja. En ja, dat was voor mij ook een heel ander soort genre. Dat was een beetje meer standmuziek. Ook geen uptempo, dat is wel uptempo, maar geen feestmuziek. Nee. Dus het was voor mij een heel andere richting op, maar toen ik zag hoe dat liedje ontvangen werd, dat ging hartstikke hard. Ja, lekker. En nou overal ook waar ik kom, jullie zingen Nou En ook even. Ja. Ze zeggen wel ze mij, je hebt geen idee hoe dat liedje leeft. Maar ook veel bij voetbalclubs, jullie doe Nou En even. En ik kijk van, hè? Hoezo? Oké, dat doen we dan. Ja, ze zingen het allemaal mee. Ja, lekker toch? Nou, dat doe je voor. Nou, dan wordt het tijd dat we vanavond ook mee gaan zingen. Ja. Gaan we naar kijken. Hartstikke goed. Jordi Weijer, Nou En.
Mooi. Krijg je een droge mond van, hè? Ja. Als jij iets nieuws hebt qua productie, uh-huh, wie hoort het als eerst? Met wie deel je dit als eerst? Ja, met de thuisfront. En is het alleen je vrouw of ook je ouders? Ja, allebei. Toch wel? Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, mijn schoonouders, die zijn eigenlijk de eerste in mijn omgeving die, als ik iets nieuws heb, die het horen. Ja. En is dan hun mening dan ook belangrijk voor jou? Dat je dan zegt, oké, jawel. Zo wordt het dan en zo gaan we het doen. Als iemand zegt van nou, ik zou dit of dat anders gaan doen, ja, doe je dat? Ja, ik neem het altijd wel aan. En dan gaan we gewoon kijken van, hé, is dat ook zoals ik het dan nog wil? Ja. Maar 9 van 10 keer zijn ze nodig. Goed zo. En wat goed is, moet je goed laten. Lekker meegaand. Precies. Ja, absoluut. Ja. Heel belangrijk. En als jouw leven dan een film was, wat is dan de titel? Ja. Wat is dan de titel? Ik heb geen flauw idee. Nee, hè? Heb je me voor die tijd ook niet gezegd, hè? Nee, totaal niet. Nee. Het moet wel iets van spontaan blijven. Ja, nee, ik heb geen idee. Nee. Yes, wat zou jij mij voor titel geven? Ik heb ook geen idee. Nee, hè? Nee. Nou, wat dat de titel? Geen idee. Ja, geen idee, hoor bij mij. Bedoel, dat is mijn single. Oh, maar dan promoten jij de single. Ja. Dan heb je dan toch wel een titel zo natuurlijk. Ja. Zo kan het natuurlijk ook. Nee, ik zal het niet weten, Jeroen. Nee. Ook niet over nagedacht. Nee. Dit is geen standaard vraag die je dagelijks krijgt. Nee, je bent de eerste. Ja, ik bedoel maar. Nee, ik zal het niet weten. Echt niet. Nee. Wat is uiteindelijk jouw doel in de muziek? Om hoger op te komen, dat je gewoon volle zalen hebt, dat je gewoon, kijk, het mooiste is dat ze, hey, dat is Jordi. Kijk, het moet ook niet overdreven zijn, je hebt ook sommigen, dan komen ze gewoon thuis. Ik zeg, wat privé is, moet je privé houden. Dat sowieso. Vind ik wel. Ah, goed, dat je een hoop kunt bereiken in de muziek, dat wil denk ik iedereen wel. En wil je meer landelijk blijven of ook wel de grens over? Nou, de grens ook wel over. Maar ja, Duitsland zal het nooit worden, want ik ken geen woord Duits. Nee. Nee. België, dat zal nog wel kunnen, maar nee, kijk, als je landelijk al iets hebt, dan is het natuurlijk ook mooi. Maar zeg ik, vooralsnog, zoals het nu gaat, zijn wij gewoon dik tevreden. Ja. Ja. En zou je ook mee willen doen aan talentenjachten dan? Of? Nou, ik heb toen meegedaan aan The Voice. Alleen was ik 3 rondes ver. En dan zou ik door naar de live shows. Maar je moest voor die tijd moest je een papiertje invullen. Huh? Ja, ik zal niet te veel verklappen. Maar ja, ik ken het. Je kent het. En dan moest je ook belangrijke gebeurtenissen in je leven moest je invullen. Nou, op dat moment werd ik voor de eerste keer vader. Ja. En de uitgerekende datum was januari. Of december, sorry, december. In januari waren de live shows. Ik kreeg wel de mededeling dat ik door was. Maar dat ze mij niet door konden laten gaan naar de live shows. Omdat je vader werd? Ja. En aangezien je daar 6 dagen in de week dan heen moest voor repetitie en opnames. En Hilversum is niet naast de deur voor mij. Nee. Ja, dat was dus de reden. Een mailtje heb ik nog steeds. Dat ik niet door kon naar de live shows. Omdat hij dan dacht dat je het vaderschap niet kon combineren met het muziek. Ja, of dat ik plotseling in één keer wel weg zou moeten naar het ziekenhuis of wat dan ook. Dus ja. Oh man. Ja, dan. Maar ja, goed, ik heb 3 rondes meegemaakt. Hoe het vanaf het begin, dat je een soort stoelendans hebt daar, dat je al een stoeltje afschuift. Ja. Dat je een nummertje krijgt. Ik ben net zo gedetineerd, man. Geen bordje. Ja. Even lachen. Ja, dus maar goed, kijk. En dan heel veel denken als je daar komt van, oh, je zit direct voor een grote jury. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Want de eerste ronde die je doet, zit je nou bijna op dezelfde afstand. Akoestisch, gewoon a cappella. Zonder muziek doe je auditie. Het is een preselectie. Ja, in de tweede keer kom je daar, de begeleider Jeroen Rietberg was dat toen, begeleid je op de piano. Ja. Ik kon helemaal niet, inmiddels wel natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nu des te meer. Ja. En de derde keer dan kwam je daar wel, deed je dan wel met een microfoon, maar er zit totaal geen galm op. En ik ben dat wel gewend. En ja. En dat zingt gewoon het fijnste, het zingt lekkerder. Ja, dan denk je van, de laatste keer zou je dan op de grote podiums. Ik ben er wel geweest in die opnameruimtes, maar... Ja, het mocht niet baten, ik mocht niet zo ver komen. In verband met de zwangerschap van mijn toen nog vriendin, jouw vrouw dus. Maar ja, we hebben het meegemaakt, 3 rondes dus. Precies, en zou je het dan weer opnieuw gaan doen? Een nieuwe talentenjacht voor een Hollandse Got Talent of iets dergelijks? Misschien dat wel, ja. Dat heb ik nog niet aan. Ik heb toen ook meegedaan aan The Next Pop Talent was dat toen. Dat was in Bussen. Ja. Maar dat was meer gerelateerd op popmuziek. Dat is niet jouw ding? Nee, ik keek zoals Hollandse Got Talent. Daar kun je alles doen. Ja. Dat kun je wel zien aan Maart Hoogkamer inderdaad. En The Voice, ja, daar kun je ook van alles doen, maar... Ja, weet ik niet. Dat heb ik al gedaan. Niet op tv geweest,
Maar hoe het daaraan toe gaat, weet ik wel. Ja. Dus misschien een keer iets nieuws. Wie weet. Toch een keer gaan proberen. Ja. En je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Precies. Ja. En wat zou je nog meer willen doen om bekendheid te kunnen krijgen? Wat zou ik nog meer willen doen? Ja. Kijk, landelijke bekendheid is leuk. Hoe je dat krijgt, ja. Kijk, zoals het nu gaat ook, wat ik zo straks ook zei. Eigenlijk hier in heel Noorden weten ze al wel wie ik ben. Ja. En daar buitenom ook wel. Dus ja, vooralsnog zeg ik, de boekingen, dat gaat gewoon hartstikke goed. Zolang dat doorgaat en goed blijft gaan, ja, dan is het voor mij goed. Nee, je moet zelf een olievlek gaan creëren, ja, natuurlijk. Precies. En ja. Net zoals met die nieuwe single ook. Mensen worden denk ik gek van mij, want elke dag komt het spijt me voorbij. Goh, ja. Heb je eerst gezien. Dus, maar dat moet ook. Mensen moeten denken van, oh, weer dat liedje. Ja, en waar deel je dat dan echt? Ja, dat is op Facebook, dat is op Instagram, nou, sinds deze week ook TikTok. Oh, kijk ook nog. Ik heb geen idee hoe het helemaal werkt, maar dat leren ze me al een beetje. Dus, nooit te oud om te leren, toch? Nee, nee. Dus ja, goed, je moet het gewoon door blijven promoten. En kijk, als je er zelf niks aan doet, dan sta je er blijkbaar ook niet achter. Nee, je moet wel zichtbaar blijven. Daarom. Dat is heel belangrijk. Nou, we doen ons best. Inderdaad. Ja. Je bent dus op dit moment dus druk bezig met de promotour voor Het Spijt Me. Ja. Wat kunnen we hierna verwachten van jou? Mijn bedoeling was wel om voor de zomer nog iets zomers te laten maken. En wellicht misschien nog voor de winter ook wat. Ja. Maar ik zeg deze net 2,5 weken uit. We gaan eens kijken wat dit doet. Precies. Het is ook de eerste keer dat ik bij Frank iets uitbreng. Ja. En kijk, zoals ik net ook zei, het liedje loopt al hartstikke goed. Dus iets voor de zomer komt er, zoals nu, lijkt nog wel wat aan. Je zat al aan het brainstormen. Ja, eigenlijk de dag daarna dat mijn liedje uit was, zat ik ook, wat ga ik hierna doen? Wat ga ik hierna doen? Maar ja, goed. Iedereen is bezig met tegenwoordig singles uitbrengen. Natuurlijk. En waar hou je dan die inspiratie vandaan? Ik wil nu een zomersingle gaan doen. Mm-hmm. Waar hou je die inspiratie vandaan? Nou, eigenlijk als wij ergens optreden gaan, dan meestal hebben wij ook de pauzemuziek in eigen beheer. Dan draaien we eigenlijk van Nederlandstalig tot Engels, tot hip-hop, tot hardstyle, van alles wat. En dan kijken we gewoon van, hé, wat doet het publiek hierop? Ja. Nou, en daarop kijk ik eigenlijk een beetje van, hé, misschien als ik daar iets van ga doen, misschien slaat dat wel aan. Ja, observeren. Observeren, inderdaad. Ja. Lekker. Ja. Het Spijt Me, hoe is dat ontstaan? Hoe is dat ontstaan? Het Spijt Me is natuurlijk een oud liedje van de Mario's, 1982. Het liedje kon ik al een hele tijd, want ik heb hem, voor 7 jaar geleden heb ik hem ook voor iemand anders heb ik de muziek toen gemaakt. Maar dat was niet in zo'n nieuw jasje als wat ik nou heb. Voor mij is hij wel 3 of 4 keer al gecoverd, staat hij op YouTube. Maar ik heb dus toen Richard van der Weijden benaderd, maar hij zegt van, weet je wat je moet doen? Benaderd de originele zanger en schrijver. Ik zeg, maar wie is dat dan, jong? Nou, dat weet ik niet. Ik kon een liedje wel, maar en dan band de Mario's ook wel, maar wie de zanger en schrijver, dat kon ik niet. Zei dus René Lulofs. Ik Facebook kijk, ja, verrek. Oh, een Vince de Wolde, ik denk. Lekker dichtbij. Ja, ik heb die man, nou ja, ik heb hem, inderdaad, ik heb hem eerst via Facebook bericht. Ik zei van, zo, dit is mijn idee. Hoe sta je daarachter? Nou, ik kreeg met hoofdletters, zekers moet je doen. Dus hij zei eigenlijk, volmondig, ja, doe er wat mee. Ja. En toen heb ik dus, ik ging eigenlijk met 2 opties naar Frank van Kooijen toe. En het Spijt Me is het toen geworden. Frank zei, hier zie ik het meest commerciële in. Die andere, ik ga het niet verklappen misschien, hoor. Ja, precies. Nee. Hij zei, dat precies, ja. Hij zei van, dat zie ik het meest commerciële in. Ook, dat zullen ze ook snel een meezingen in de kroeg. Dus ik heb tegen Frank gezegd, doe je best sleutel eraan, want dat heeft hij heel goed gedaan. Ja. Hij heeft goed gesleuteld. En toen kreeg ik de demo binnen. En ik denk, verrek. Het was precies zoals ik in mijn hoofd had zo heel uit uitgewerkt. Dus ik heb het naar René Lulofs gestuurd. Ah, die hoorde voor de eerste, die was gewoon heel enthousiast. Toen zei ik van, het mooiste zou ik ook nog vinden als je wilt figureren in mijn clip. Nou, en als je de clip terugziet, de man op gitaar en die de tekst schrijft, dat is dus de originele zanger en schrijver van de Spijt Me. Ja, dat is te gek. Dat is toch mooi als je gewoon en de originele bandlid en de schrijver in jouw clip hebt. Ja. En hij zei toen van, ik zing nog steeds. Hij doet meestal dansen, feestjes en zo. Hij zei, maar het Spijt Me ga ik nou ook weer doen, maar dan met jouw versie. Lekker. Hij zit er nou bij zijn optredens met mijn band. Nou, perfect. Hij zei, mag ik jouw band doen? Dat hoef jij niet te vragen. Nee, natuurlijk niet. Van mij heb je mijn zegen. Ik heb jouw zegen, ik heb jouw zegen. Dus, zo is het. De ene dus, je moet elkaar helpen, toch? Ja, zo is het dus, zeker. Nee, dus dat is gewoon mooi. Ja, ja. We gaan er naar kijken. Hartstikke goed. Jordi Weijer, Het Spijt Me. Ik altijd
heb haar gekozen, schat. Toe huil niet, je weet, daar kan ik echt niet tegen. Ja, ik weet dat je nog steeds van me houdt. Als ik gelukkig wil zijn, moet ik die ander nemen. Ik ben misschien verblind. Jordi, dankjewel voor je komst naar de studio. Jullie ook bedankt voor de tijd. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. Volgende week, dan ben ik terug en dan ontvang ik... Ik zal je nooit vergeten. Je blijft voor mij die ene. Voor nu een hele fijne avond. Dag.